Wat heb ik toch een hekel aan een bril. Nou moet je kijken, ik heb er wel misschien 15 door het hele huis liggen. Van de kelder tot de zolder. En ze gaan ook altijd kapot. Ja, als je boven de 40 bent, dan moet je eraan geloven. Hier, kijk, deze heb ik nog een beetje proberen te plakken. Maar gaat dus niet. Nou ja, mijn moeder, die had maar één bril. En die bril, die had ze al jaren. Mijn moeder was een klein vrouwtje en die had één bril. En dat vond ze genoeg. En toen ze ouder werd, ze is al een hele tijd geleden overleden, toen woonde ze in het Rosa Spierhuis. Zoals Ben, mijn man, zei, mijn moeder was het geheime wapen van de Rosa Spetteracademie. En ze had daar ook een vriendin, mevrouw Loontjes, die woonde naast haar. En de hele dag zaten die twee vrouwen samen, een beetje te tutten en een beetje te doen. En ze waren alle twee al een beetje licht dementerend, maar ze hadden het reuze leuk met elkaar. Ze dronken de hele dag glaasje sherry. Mijn moeder was een klein vrouwtje en die heeft vroeger nooit gedronken. Maar daar in dat Rosa Spierhuis, dat ging er goed in, samen met mevrouw Loontjes. En dan zeiden ze elkaar een beetje zo te pesten. En ze dronken, ging ook nog whisky drinken, zodat wij hun, mevrouw Loontjes en mijn moeder, het duo de Pralo's noemden. En daar waren ze heel blij mee en dat vonden ze allemaal heel leuk. En toen brak mijn moeder haar heup. Ja, ze was bijna 90. En dat zie je dan vaak gebeuren. Ze kwam in Tergooi terecht. En ze was totaal de kluts kwijt. Ze wist echt helemaal niets meer. We kwamen op bezoek samen met de verpleegster uit het Rosa Spierhuis, Wil. En ze zei, goedemiddag dames, wat heb ik het hier fantastisch. Het is hier een sterrenrestaurant. Nee, ik vind het hier werkelijk geweldig. En wat ziet het er allemaal heerlijk uit. En toen zei Wil, de verpleegster, nou mevrouw van Praag, zullen we dan even uw bril opzetten? Dus Wil zette mijn moeder de bril op. Nou ja, mijn moeder had een klein gezichtje. Dat was mijn moeders bril niet. Die was zo groot, die besloeg haar hele gezicht. Ik zeg tegen Wil, Wil, dat is mijn moeders bril niet. Dat is de bril van mevrouw Loontjes. Nou, zei mijn moeder, ik zie anders heerlijk hoor. Maar ik zei tegen Wil, Wil, mis mevrouw Loontjes die bril dan niet? Toen zei ze, mevrouw Loontjes, die is 14 dagen geleden overleden.